de zomer komt eraan. Ik heb echt zin om samen met mijn gezin en vrienden lekker buiten te eten. Genieten van het zonnetje en van het warme weer. Als je buiten eet, smaakt alles zoveel lekkerder. En wij voegen alleen maar lekkere ingrediënten toe aan onze pasta en salade. En de pesto dressing, die zo lekker romig is, die maakt dit gerecht helemaal af. De pasta staat al op het vuur. Ondertussen gaan wij verder met het maken van de vulling voor de pasta en salade. We beginnen met het bakken van de kip. Daarvoor gebruik ik de pure koolzaadolie bak en braad van Brassica. De koolzaadolie bak en braad is verhitbaar tot 240 graden en is dus heel geschikt om in te bakken, braden en in te frituren. Ik verhit de olie in de pan. Laat even de olie warm worden. En dan mag de kip erbij. Dankjewel. Dan kunnen we de kip ook al op smaak brengen met wat zout en peper. En dan bakken we de kip even mooi goudbruin. Dan ga ik verder met de pesto dressing. Hiervoor gebruiken we natuurlijk basilicum. Dus die scheur ik zo van de plant af. Lekker vers. Ongeveer 10 gram. Dan doen we er een knoflookteentje in. Die hebben we al even gepeld. En ongeveer 50 gram pijnboompitjes. Een scheutje witte azijn. En dan parmezaanse kaas. Een klein beetje peper en zout. Doe er niet te veel in, want die parmezaanse kaas heeft ook al veel zout in zich. Voor de pesto dressing gebruik ik de koud en warm koolzaadolie. Deze olie is niet alleen maar heel erg veelzijdig, maar ook nog eens gezond. Er zit namelijk heel veel omega 3 in. De ingrediënten voor de pesto dressing mixen we fijn met een blender. Terwijl Annemiek de kip pakt, snij ik de tomaatjes even. We hebben de pasta in een mooie schaal gedaan. Nu kunnen we de overige ingrediënten erbij gaan doen. We beginnen met de pesto dressing. Die scheppen we er zo bij. Nou, dan mag ook de kip erbij, die mooi goudbruin gebakken is. Dan de zoete tomaatjes erbij. En die mooie mozzarella bolletjes. Gewoon de Italiaanse vlag. Ja, die kleuren, mooi. Dan maken we hem af met nog een beetje parmezaanse kaas. Zal ik de parmezaan doen dat jij de basilicum doet? Heerlijk. Nou, dit is hem dan. Onze pasta salade met kip en romige pesto dressing. Hier ga jij deze zomer gegarandeerd de show mee stelen. Heerlijk. Geliefd bij iedereen. En heel erg praktisch. Je kan hem namelijk de dag van tevoren al maken. Daarnaast is hij ook heel erg voedzaam. Dankzij de Brassica koolzaadolie. Geniet ervan.